De Nationale Stichting Hindoestaanse Immigratie heeft gisteravond een lezing gehouden met als thema de reacties van hindoes en moslims op christelijke dominantie. De inleider was Kirti Algu. Algu heeft onderzoek gedaan naar de interreligieuze relaties in Suriname en Guyana van 1950 tot 2014. Haar onderzoek heeft uitgewezen dat de ontwikkelingen tussen religieuze groepen draaiden om macht. De groep die macht had, probeerde de andere groepen te domineren, vaak door middel van geweld. Algu vertelt wat het resultaat is van de interreligieuze relaties in Suriname en Guyana. Zowel Suriname en Guyana had een situatie van christelijke dominantie, maar ook dat moet genuanceerd worden. Was dominantie van traditionele kerken en in Suriname was vooral dus de Nederlandse hervormde kerk dominant en in Guyana de Anglicaanse kerk. Dus niet alle christelijke kerken waren dominant en dat zeg je vaak genoeg aan de relatie met de staat. De Anglicaanse kerk was een staatskerk in Guyana en in Suriname. Ik ken een meneer, die was ook, hij was katholiek. En hij gaf aan, hij werkte bij de pers. En hij zei van ja, ik kon geen kranten drukken, omdat ik katholiek was. Ik kan geen middelen. Ik kon geen baan vinden. En de meeste baantjes, de topbaantjes, die waren bij dus de Nederlandse hervormden. Dus dat geeft ook aan dat wanneer we praten over christelijke dominantie, dat we niet iedereen over dezelfde kant moeten scheren, maar dat we dus een bepaalde nuancering erin moeten brengen. Algu zegt verder dat er een verschil was in de vorm van de christelijke dominantie in Guyana ten opzichte van Suriname. Zij concludeert dat de dominantie in Guyana sterker was dan in ons land in de jaren 50. Daarna besprak zij de situatie in 2014. Je ziet dus dat in 1950 als gevolg van de sterkere dominantie van christenen in Guyana je ook een veel grotere bekering kreeg. Je had dus in 1950, als ik de cijfers mag geloven, waren er 5% van de Hindoestanen, ja, was christen. En Suriname was dat 1%. Hoe is het plaatje veranderd in 2014? Je ziet dus dat geleidelijk aan de dominantie van de traditionele christenen is afgenomen. Dat merk ik op verschillende niveaus. Ik ga weer terugkomen op het niveau van overheid. Overheidsbeleid is gaan veranderen. Je ziet dus ook wel dat een heleboel kerken, ik zal maar de katholieke kerk als voorbeeld nemen, dat ze daar in 1970 een duidelijke stap maakten van sterk bekeringsgericht tot wederzijds respect. En dat was allemaal ook een beetje in het kader van de onafhankelijkheid, het ontwikkelen van een nationale bevolking, van het vormen van een bepaalde natie. Je ziet dus dat de katholieke kerk daar duidelijke pogingen voor heeft gemaakt. Kirti Algu, de inleider bij de lezing van de Stichting Hindoestaanse Immigratie, gisteravond. Het thema was de reacties van hindoes en moslims op christelijke dominantie. Ze blikte terug op de interreligieuze relaties in Suriname en Guyana van 1950 tot 2014.